Hallo, Miguel Santos hier, Rotterdam Stichter. Maar misschien kent u me beter als Renato, de kleinzoon van oma Greet. In bij de Haveloods Live, een hele leuke talkshow, waar ik nog menige poëtische punt heb mogen zetten aan het einde van de avond. En ja, ook ik zit vast in deze hele gekke lege lockdown, met inmiddels ook een avondklok, dus een wandeling onder de sterren, dat zit er helaas ook niet in. Dus ik zit, net als u waarschijnlijk, gewoon thuis. Beetje, in mijn geval met een teddybeer. Ik met een teddybeer. Maar ik heb gelukkig ook genoeg vinylplaten om me mee te kunnen vermaken. Misschien hoor je het nog op de achtergrond, misschien ook niet. Maar bij de bakkerij hebben ze natuurlijk ook best wel goede ideeën. Zo ook tijdens de lockdown, om mensen een beetje onder het genot van gedeelde smart een hart onder de riem te steken. Corona cadeautjes. Vanuit mij, mijn corona cadeautje voor jullie. Een gedicht uit eigen werk. En dat leek me wel toepasselijk voor mensen die misschien zo meteen al naar bed moeten, want morgenochtend is de eerste Zoom-meeting al, of de kinderen worden wakker. Geen idee. Maar ik hoop dat het een beetje verzacht. Om schoonheidsslaapjes hoef je niet te vragen, als je alle wiegeliedjes kunt zingen. Opgroeien en ouder worden doen ze slechts verstoppen in je geheugen. Ze vergeten kunnen zelfs zwijgende monden niet wanneer ze klinken als onophoudelijke echo's op het ritme van een bonzend hart dat blijft kloppen op deuren naar nieuw leven. De vlezige metronoom walst 's nachts dromenland door, noteert de schoonste melodieën, zodat je om schoonheidsslaapjes niet meer hoeft te vragen, omdat je alle wiegeliedjes al zelf kunt zingen.